De acties van de Medische Zending Werknemersorganisatie zullen worden opgeschort. Volgens bondsvoorzitter Roy Haverkamp praat hij over zullen, omdat de algemene ledenvergadering nog een besluit over de opschorting moet nemen. De reden voor dit besluit is dat de overmaking van de gelden door het ministerie van Financiën vanmiddag heeft plaatsgevonden. Dit houdt in dat een deel van de werknemers die bij DSW ontvangen vandaag al over haar salaris en gratificatie kan beschikken. Het andere deel dat bij de andere banken een rekening heeft, kan vanaf morgen via de ATM over haar salaris beschikken. Haverkamp is blij dat het ministerie uiteindelijk de gelden heeft overgemaakt, waardoor de werknemers van de medische zending ook een goede kerst- en jaarwisseling kunnen meemaken. Hij spreekt de hoop uit dat dit de laatste keer is dat de mensen zo lang in het ongewisse blijven of hun salarissen wel of niet gestort zal worden.